Als iets vaker terugkomt in een programma, noem je dat een patroon of een functie. En omdat je het vaker nodig hebt, is het handig om het als één handeling op te slaan in plaats van stapje voor stapje. Neem bijvoorbeeld het openmaken van een slot in een deur. De stappen zijn: pak de sleutelbos, zoek de juiste sleutel, steek de sleutel in het sleutelgat, draai de sleutel één keer rond en open de deur. Maar in je geheugen sla je dit op als een slot openmaken, niet als alle losse stappen apart. Zo werkt dat met een functie of een patroon ook.